Hoi, in deze video leg ik je uit hoe mijn ItoMeter werkt. Dat is een apparaat dat groente en fruit scant en vervolgens met een duimpje aangeeft of mijn konijn het wel of niet mag. Er zijn best wat interessante onderdelen in dit project, dus laten we maar snel beginnen. Ik begon dit project door alle onderdelen klaar te maken. Ik heb kabeltjes aan de ledring, de servo en het knopje gemaakt en vervolgens gekrompen tot een Dupont aansluiting. Daarmee kon ik de kabeltjes makkelijk aan de Raspberry Pi vastmaken. Vervolgens heb ik alle onderdelen getest. Gelukkig werkte de ledring nog, want die was al een aantal jaar oud. Ik heb ook de servo getest en dat was wel even uitvinden, want ik had nog nooit een servo gebruikt. Je moet de servo een bepaalde duty cycle sturen om de hoek aan te geven. Een duty cycle is stroom die constant aan en uit gaat. Het percentage van de tijd dat de stroom aanstaat is de duty cycle. Dit zijn duty cycles van 0%, 25%, 50% en 75%. Je ziet dat de stroom steeds een langere tijd aangaat en de tijd tussen dat de stroom aangaat steeds korter is. Bij deze servo betekent een duty cycle van 2,5% dat de servo naar 0 graden gaat. En bij 12,5% gaat die naar 180 graden. Dat betekent ook dat een duty cycle van 7,5% de servo naar 90 graden laat gaan. Nu alle onderdelen in principe klaar zijn, is er nog een belangrijk onderdeel van dit project. Namelijk het daadwerkelijk herkennen van de groente en fruit, zodat ik kan bepalen of het duimpje omhoog of naar beneden gaat. Dat herkennen doe ik met een machine learning model dat ik heb gevonden op GitHub. Het werkt met TensorFlow in Python en dat is gelukkig iets waar ik al ervaring mee heb. Dit is een model dat heel veel soorten groente en fruit kan herkennen op basis van een plaatje. Precies wat ik nodig heb dus. En het is ook nog eens snel genoeg om op een Raspberry Pi te draaien. Ik had in principe ook mijn eigen machine learning model kunnen trainen, maar dat kost best veel tijd. Je moet ook eerst een dataset van duizenden of misschien wel miljoenen plaatjes hebben om zoiets te kunnen trainen. Dus in dit geval was een bestaand model veel makkelijker. Toen heb ik een scriptje geschreven dat het allemaal aan elkaar knoopte. Als je op het knopje drukt, neemt de camera een foto. Die foto gaat door het machine learning model en herkent dus wat voor soort groente of fruit het is. Aan de hand van het soort groente of fruit kijk ik of die in de lijst met veilige soorten staat en als dat zo is, gaat het duimpje omhoog en anders naar beneden. Ik heb het uiteindelijk allemaal in een doosje gestopt om het een leuk uiterlijk te geven en toen was het gelukt. Het duurt ongeveer 250 milliseconden voor het model om de soort groente of fruit te herkennen. En het gebruikt minder dan 1 GB RAM. Dit is de eerste keer dat ik machine learning heb gebruikt voor een project. Maar laat het zeker weten als je er meer van wilt zien. En vergeet me niet te volgen voor meer video's over elektronica, computers en programmeren.